Tot voor kort maakte Dagblad de Gelderlander aan de handelskade haar kranten. Hier stond ook de drukkerij. Maar de krant is vertrokken. De plek krijgt een nieuwe bestemming. En terwijl de slopers nog bezig zijn om de laatste gebouwen op te ruimen, tekenen architecten al volop aan de meer dan 500 woningen die hier komen. De handelskade moet een plek worden voor wonen, werken en ontspanning. Een ontmoetingsplek met terrassen en horeca aan de haven en de Waal, vlakbij de binnenstad. En we zoeken naar kappen op de koppen. Vera, je vertelt hem hier zo meteen over. Hè? Maar dat betekent dat als je dat wilt, moet je iets veranderen in het bestemmingsplan. Maar een hele belangrijke randvoorwaarde is dat de mensen die nu al aan de Waalhaven wonen, die hebben gezegd tegen de gemeente wat wij willen, dat wij de stevenstoren kunnen blijven zien. De handelskade is het begin van een hele nieuwe ontwikkeling aan die kant van de Waal in Nijmegen. Het Waalfront noemen we dat met elkaar. De handelskade is de eerste stap. Dus de plek waar heel lang de Gelderlander heeft gezeten. Een hele historische plek ook in de stad, hè? Want de Romeinen hebben daar ooit ook gewoond. Maar het belang van de plek is dat we daar een heel nieuw woongebied gaan maken voor Nijmegen. Vera Janoczynski is een van de architecten van de handelskade en presenteerde de eerste ontwerpen op 30 oktober aan veel belangstellenden in de stad Schouwburg. We zijn op dit moment heel druk en heel intensief aan het ontwerpen, aan het plan. En wat jullie hier te zien krijgen, dat zijn artist impressions die gemaakt zijn. Nou, vanaf een andere kant, ik denk dat, ja, kun je zien wat je gaat zien. Dus zeg maar, je kunt nog de toren zien. En daar zie je dus de afwisseling tussen verticale gebouwen, dat je stoere, maritieme, industriële gebouwen en de horizontale gebouwen daartussen. Het dek. We staan op het dek in een van de hoven. En als je op het dek bent, kun je tussen de gebouwen in. Naar het water kijken. Er zijn allemaal plannen gemaakt, er zijn tekeningen gemaakt. Maar er moeten nog een aantal dingen plaatsvinden vanuit de gemeente. Dat betekent dat we nog een bestemmingsplanwijziging moeten doorvoeren. Er ligt al een bestemmingsplan. Maar als een architect aan de gang gaat, blijkt toch dat er nog weer wat aanpassingen mogelijk nodig zijn. Dat gebeurt in november. En dan moet het nog door het college, door de raad, het beeldkwaliteitsplan worden vastgesteld. En daarin staat wat onze ambities zijn, hoe de gebouwen eruit moeten zien, wat de materialen zijn die worden gebruikt. Dat moet allemaal in november plaatsvinden en hopelijk besluit de raad daarover in december nog van dit jaar. Aan de handelskade komen 500 woningen van koopappartementen tot sociale huurwoningen van corporatie Standvast Wonen. In de stad Schouwburg lieten de eerste belangstellenden hun eigen woonplattegrond tekenen door architect Jan Met. Het water. Voornamelijk het water. En dat je toch dichtbij bij het centrum blijft. En dat je wel het gevoel hebt dat je buiten bent. Maar dat je nog ook wel, als je wilt, gewoon de stad in kunt gaan. Ja, de combinatie. Een hele open ruimte. Heel veel de mogelijkheid om dat te creëren ook, vanaf het begin. Dus niet dat je iets aan moet passen, maar dat je van het begin iets kunt ontwerpen wat past bij onze wensen. Het is ook helemaal volgens de trend van deze tijd om dat ook te doen. Hè. Vroeger of tot een jaar of 10 geleden maakte je als ontwikkelende partij vaak een plan. En nou dan namen mensen dat af of niet. Maar ja, zeker nu de markt behoorlijk terugloopt, worden gebruikers ook veel kritischer. En ik denk ook dat ze helemaal gelijk aan hebben. De verkoop van woningen startte begin 2012. Iedereen kan zich inschrijven op de site om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.